Hij brandt gewoon. Blij dat ik wel niks op mijn gezicht gesmeerd heb. Mijn hoofdcreme. Laat hem maar branden. Dus ik ga mijn fiets pakken en ik ga dus even naar Kringloop Mania fietsen. Naar de Kringloop. Dat is wel veranderd, joh. Wat ruimer geworden. Is dat wel leuk? Loop ik bij de boeken? Ja. Hey Betty, ja. Na de vorige keer. Dat ze me volgen. Ja, nou leuk toch? Ja, dat vind ik echt leuk. Goedemorgen allemaal, wat we hier al staan. Op deze mooie woensdag. Het zonnetje schijnt. Heel lekker aangekleed, ik heb al gedoucht. Ik ben al druk op zolder bezig geweest. Ik heb de was opgevouwen. Wasmachine aangezet, droog aangezet. Nu een bak koffie. En ik denk dat ik dat eens ga kijken of ik lekker in de tuin kan gaan doen. Normaal gesproken begin ik altijd met dingen op de laptop, dat soort zaken. En ik dacht, nee, we draaien het vandaag eens om. Het is mooi weer. Gelijk wat in huis doen. Zodat ik eventueel vanmiddag wat andere leuke dingen kan gaan doen. Dus, ik ga jullie een hele fijne dag wensen. En ik ga de koffie drinken in de tuin. Ik zie jullie gewoon later. Fijne dag allemaal. Lekker hum. Humpie. Humpie. Humpie is een beetje doof. Blij dat ik wel niks op mijn gezicht gesmeerd heb. Mijn hoofdcreme. Laat hem maar branden. En dan zit je buiten. En dan gaat natuurlijk die wolken van de zon. Hoe kan het ook anders? Maar ondanks dat het zon weg is, is het nog steeds lekker. Je hoort het ook. Overal zijn mensen in de tuin. Heerlijk. Vogels zitten super hoog, dus voorlopig doet dat weer niet omslaan. Ik ga nog even genieten en daarna aan de arbeid. Zo, verder opgeknapt. Het is nog steeds zalig buiten. Dus ik ga mijn fiets pakken. En ik ga dus even naar Kringloop Mania fietsen. Naar de Kringloop. Ik ga eens kijken of er inmiddels al mensen zijn geweest die de zomerkleding hebben uitgezocht. Of er misschien wat leuks hangt. Ik heb even de vlog van morgen aangepast. Die voor jullie van afgelopen woensdag. Want er zat een stuk Get Ready With Me in. Maar ik, ja, ik heb ook mannelijke kijkers. Die vinden daar waarschijnlijk niks aan. En hij was best wel lang die vlog. Dus die heb ik even in stukken geknipt. Dus er is afgelopen woensdag een aparte Get Ready With Me online ook gekomen. Doodeng vind ik dat. Ik twijfel daar dan heel erg over. Van ja jongens, 48 en ik ben maar gewoon een amateurtje zoals ik het altijd doe. Maar ik, ja, ik doe het gewoon. Dus heb je die niet gezien, zal ik hem hier boven linken. Ik heb inmiddels mijn truitje aan. Ik ga het even een jasje pakken en dan mijn fietssleutel en op de fiets. Let's go! Yo, op de fiets. Zonnetje is heerlijk. Windje is best wel een beetje fris. Misschien dat je het ziet dat er alweer een traan onder mijn bril vandaan loopt. Ongelooflijk. Ik denk, we nemen eens een andere weg. Dus, heel benieuwd. Kijk, nu is het echt gewoon warm. Mooi hè, om mensen naar je kijken als je in je vlogcamera aan het praten bent. Vrouwtje van mijn leeftijd. Ik denk echt dat je gek bent. Ze moest eens weten hoe leuk het is. En zo te zien zijn er nog meer bezig voor YouTube. Zo dicht op die Randstad, jongens, zo wil je toch niet wonen?
op en in elkaar. Daar moeten we heen. Het is wel veranderd, joh. Wat ruimer geworden. Dit was vorige keer niet. Hier had je de kroeg nog. Leuk, loop ik bij de boeken. Ja. Hey Betty, ja, na de vorige keer. Dat ze me vol. Ja, nou leuk. Leuk toch? Ja, dat vind ik echt leuk. En ik zeg net, ik kon bij de kleding niet heel veel vinden. Maar ze zegt, ik heb net een hele partij weer binnengekregen. Ja, maar die dus, gaan we vanaf volgende week maandag weer op. Nou, als ik volgende tijd week heb. Gewoon weer terug. Graag. Leuk. En hey, anders leuk dat je me volgt. Ja, nee, ik heb je toen dat filmpje gezien en hun ook. Toen dacht ik, ik ga je volgen. Ik vind het leuk, dan ga je boodschapjes doen en schaatsen. Ja, gewoon het echte leven. Ja, ja, niks, ja. Geen nep, gewoon. Nee, het mezelf. Is echt gewoon, maar ik snap niet, sommige dingen snap ik niet. Want jij hebt ook een renderen of zo. Ja. Nou, als je een filmpje maakt, zeg maar. Ja. Stel voor dat je heel de dag schiet, dan heb je bijvoorbeeld 3 gigabyte aan beelden geschoten. Dan ga ik, dat zijn allemaal clipjes, want als ik hem uitdoe, dan is het natuurlijk weer een clipje gemaakt. Dat doe ik dan achter elkaar zetten in een videobewerkingsprogramma. En dat, als dat dan klaar is, dan doe je ze allemaal samenvoegen en dat heet renderen. Dan maak je er 1 groot bestand van en dat duurt zo lang. Oké, ik had zoiets van... Dan maakt hij het kleiner. Heb jij het over? Ja. Die termen ken ik dus. Oké, nou, het is een goeie dat je dat geeft. Zat daar in mijn vlog al meer aan dat gaan. Nee, maar ik had zoiets van, sommige mensen die niks, ik vind het leuk om te volgen, maar dat zegt mij niks. Wat je gaat doen dan? Ja. Leuk. Maar dat duurt heel erg lang. Staat er nu ook eentje te renderen. Nou, een mooie tussentijd. Het is een filmpje van 13 minuten, die is langer dan een uur bezig. Allemaal en dan kan ik niks met mijn laptop. Oh, dus dan moet je wel even weg. Ik zet de prioriteit hoog van mijn CPU. Ja. Weet je wel, dat ik heel hard aan het werken is. Ja. Nou, dan hoef ik niet eens een ander filmpje te kijken, want het gaat Oh, dat is zonde. Maar ja, niks aan te doen. Nee. Maar we gaan nog even verder kletsen. Is leuk. Goed. Hartstikke leuk. Wie weet kom ik hier nog maar weer een keer tegen. Oh jee, ik kom volgende week weer terug. Het is voor de opkomst gemaakt. Ja. Nou, is dat leuk dan? Het is wel de eigenaar van de stichting, zeg maar, waar het van is. Als dat vrouwtje waar jullie me mee zagen, die doet me volgen op YouTube. En ik heb de afspraak gemaakt dat ik woensdag om 1 uur daar ga helpen, want dan is zij er ook. Ze zegt, oh leuk, een vrouw. En dan gaan we even een beetje babbelen over misschien wel een YouTube kanaaltje voor ze. Of ze moeten Facebook Live moeten doen. Want ja, ze moeten meer naamsbekendheid gaan krijgen hier in Zoetermeer. Want heel veel mensen weten ze gewoon nog niet te vinden. Dus gaan we eens kijken of we ze daarmee kunnen helpen. Maar gewoon hartstikke gaaf. Super tof. Dat hadden we vorige keer dat ik het aangegeven dat ik dus deed vloggen. Dat ze me zijn gaan volgen. Zo zie je maar. YouTube is zo leuk. Maar ja, ik ga weer lekker naar huis fietsen. Zie jullie straks.
En die komt tegelijkertijd via de voordeur binnen. Zo, weer thuis. Helaas niets gekocht. Ja, jullie hoorden net, er is weer een hele partij nieuwe kleding binnengekomen die vanaf maandag de schappen ingaat. Maar het blijft toch apart dat als je daar dan loopt, dat je dan denkt, hoi, hey Patty! Zo, ja, ik kijk je vlogs. Dan ga je daar ook. Ja, super tof. Nou, eens kijken wat die vlogs kunnen betekenen. Als dat zonnetje weer staat, is het lekker. Maar dat windje, het is nou toch wel zo'n beetje fris aan het worden. Ja. Ja, we gaan lekker de dag bij kletsen voordat hij naar zijn ouders gaat. Ik heb vergeten een bakje mee te nemen. Dat stond de vorige week natuurlijk ook, maar het kwam er niet uit. Nu kon ik wel mooi meenemen. Tijd om hobby's te maken. Willem is natuurlijk naar de Haag. Maar we gaan natuurlijk nog over. Waar is er? Niet heel erg veel honger. Vanmiddag nog een appeltje op. Dus een klein beetje. Ik voel het zo koud in huis. Ik heb gewoon lekker de verwarming aangedaan. Ik zit lekker te editen. De vlog van morgen moet ook aangepast worden. Omdat ik die Get Ready With Me ertussenuit gehaald heb. En dan denk je, ja, dat knip je dan zo even weg, maar nee, dat moet natuurlijk wel weer. Dat moet er allemaal weer aan elkaar en de muziek moet weer veranderd worden. Maar het maakt niet uit. We doen het graag. Ik zie jullie zo als de hapjes klaar zijn. Wat is je gegeten? Ze is net ook zijn hapjes gegeten. Pumpenum zit lekker te eten. Warm is het in ieder geval. Hek het stomen. Ik zou zeggen, bon appétit. Zo, hier nog even afsluiten in de vlog. Willem was om. Even voor 8 al thuis. Want ja, vanavond natuurlijk Barcelona op televisie. Dus die wilde natuurlijk voordat de wedstrijd begon thuis zijn. En dan een geweldige doelpunten voor Messi. Heerlijke wedstrijd. Ik heb even voor Messi te kijken. Vanavond nog zitten editen. En even wat aan de administratie gedaan. En ja, het is alweer tijd om naar mijn mondje te gaan. Dus bij deze zeg ik gewoon fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot volgende.